Welkom bij deze online viering vanuit de Grote Kerk in Naarden op zondag 13 september 2020. Start zondag, maar ook vandaag de dag een dienst van verbintenis en zegen van collega Mannix van der Sijs, onze ambulant predikant. We zien uit naar jouw aanwezigheid. Ik zie uit naar de samenwerking met jou. Samen zullen we deze online viering verzorgen. We steken de kaarsen aan, zoals we dat gewend zijn, op zondagochtend als teken van Gods aanwezigheid in ons midden. En zo spreken we ook nu uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Mannix, we zien een goed gevulde vaas met fruit, rode bessen, als ware het een hoorn des overvloeds, teken van het goede leven. Wat stel jij je voor bij het jaarthema van de Protestantse Kerk, het goede leven? Het goede leven, dat is inderdaad overvloed, geen kort hebben. Toen ik voor het eerst dat thema hoorde, moest ik daar wel even over nadenken. Want wat bedoelen we precies? Voor mezelf heb ik het verschil gemaakt tussen goed leven en het goede leven. Goed leven is iets anders dan het goede leven. Het goede leven, daar kunnen we over van mening verschillen van wat dat nou eigenlijk dan precies is. Dat hangt sterk van de situatie af. Ik heb in de voorbije zomer een boek gelezen van Gerard Koolschijn. Het boek heet Geen sterveling weet. En de Koolschijnen, dat waren volgelingen van dominee Pauwen. Een zeer strenge sekte die het leven van zijn volgelingen werd daar ernstig door bepaald. Gerard Koolschijn, een klassicus, is daar niet onbeschadigd uitgekomen. Hij is zelfs op een gegeven moment min of meer gevlucht naar een Grieks eiland waar hij een kamertje huurde, maar waar verder geen toeristen kwamen. Het is al jaren geleden, waar niks was, één klein winkeltje en daar verkochten ze alleen blikjes sardine. Die man heeft wekenlang op sardines geleefd. Maar goed, op een gegeven moment kwam er een verandering in.
de bakker, of het was niet eens de bakker, de winkelier had iets bedacht. Een citaat uit het boek, een kort citaat. De winkelier kwam me halen. Een hooggerezen wit kwam tevoorschijn. Het stal zal wel stokoud zijn, dacht ik. Ik durfde niet te voelen. Ik betaalde eerst en pakte het toen aan. Heet. Het is heet, zei ik enthousiast. Ja, het meisje heeft het net gebracht. Uitgelaten haastte ik me door de natte straatjes terug met mijn wang tegen de warme, knapperige korst. Als een kind dat zich aanvlijt tegen zijn moeder. Een heel vers brood. Genoeg voor dagen. Ik stalde mijn conserveblikjes uit en zette me buiten in mijn jek met het zakmes achter mijn schatten. Het goede leven. Uitroepteken. Dat is het goede leven. Als je een tijd lang bijna niks gehad hebt en dan kun je je verheugen over een wit brood. Goed leven, dat is een morele categorie. Want je met elkaar het zien eens te worden over wat eigenlijk dat goed leven, wat dat... Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Nou, ik vind het mooi dat je de verbinding maakt tussen, esthetiek en ethiek. Want ik denk dat die allebei niet zonder elkaar kunnen. En het heeft mij zelfs zo in elkaar dat ik denk dat je niet van het goede leven kan genieten zonder ook een ander een goed leven te gunnen. Dat geeft gelijk al kaders aan het goede leven. Ik moet daarbij denken aan het verhaal dat Jezus vertelde over de rijke man en de arme Lazarus. De rijke man die, ik denk in zijn optiek, een goed leven had, genoot van het goede leven, bij wijze als een god in Frankrijk. Maar elke dag als hij naar buiten ging, zijn nek brak over de zwerver voor zijn deur. Ik denk bij mezelf, hoe kun je genieten van het goede leven als ook een ander niet een goed leven heeft? Dat is toch altijd een smet op jouw goede leven. Ik denk dat dat ook de kaders zijn die de schrift stelt aan het goede leven. Nooit alleen voor jezelf, maar ook altijd gericht met het oog op de ander. En dan word ik benieuwd of jij daar een verhaal bij hebt. Jazeker. Een heel korte tekst uit Deuteronomium 30. En dan moet u zich voorstellen dat die tekst klinkt nadat het volk bevrijd is uit de slavernij van Egypte. En ze zijn in de woestijn. En dan denk je, het goede leven, de vrijheid begint nu. En die wordt dan eigenlijk beperkt. Maar als je er goed over nadenkt, verruimd door regels en wetten. Hier komt dat citaat. Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. Wanneer u zich houdt aan de geboden van de Heer, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u leven in leven blijven en in aantal toenemen. Dan zal de Heer uw God u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. Een tekst voor het goede leven komend uit de onvrijheid. Moet het per se met een Bijbeltekst? Nog één regel uit de schrift, maar dan uit het evangelie van Matteüs. Daar klinkt, behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Die regel die Jezus hier spreekt en opgetekend is door Matteüs, dat is de positieve draai van de gulden regel. En die vinden we in alle religies. Positief, want het negatieve is, wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Het evangelie draait het om. Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jou behandelen. Een richtlijn voor het leven wat we delen met alle anderen. Daar kan het gesprek dan over gaan. Over hoe jij behandeld wil worden en hoe je anderen behandelt. Mooi.
Ik denk aan de vrijheid. Ik vind vrijheid een heel groot goed. Ik denk daarbij ook aan alles en iedereen wat geen vrijheid heeft. Ik denk aan de schepping. In hoeverre kunnen wij genieten van het goede leven zonder de schepping pijn te doen of uit te buiten. Vrijheid, in vrijheid leven, is ook een leven met vallen en opstaan. Fouten kunnen maken, fouten mogen maken, falen. Ik zou bijna zeggen, op je bek gaan en weer opstaan. Ik kwam daarbij een tekst tegen van onze collega Marije Hagen, die we wel kennen, ook in Naarden. Die pak ik er even bij, want in teksten van een ander mag je geen fouten maken. En ik wil hem voorlezen als slot, als dat voor jou oké is. Leven is ademen, bevangen, rusteloos zijn. Leven is zoeken en het niet meer weten. Leven is een gebrek aan uitgestippelde wegen en ontdekken dat dat niet anders kan. Leven is antwoorden vinden, maar altijd pas later en onverwacht. Momenten van overgave, momenten van angst en pijn, van klein zijn. Leven is beslissingen nemen en verder gaan als een open wond, een open wond. Leven is met de vogels mee willen, mee met de wind, mee met de golven die de zee maken en verdwijnen in de horizon. Leven is beseffen, groeien en veranderen zoals de zomer in de herfst, bladeren afschudden, naakt staan. De winter verduren totdat het lente wordt. Deuren die weer open gaan, ondanks alles. Jezelf oprapen en oplappen, moedig zijn, totdat je het echt bent. Leven is je weer laten vallen, opnieuw. Een kern vinden, iets in jezelf, iets met de echo van thuis. Vergeving vinden, de liefde vinden en dan helen en dan blijven. En dat in alle vrijheid. Mogen het zo zijn. Amen. Amen. Laat ons danken en bidden. Geprezen zijt gij, schepper van deze wereld.
Gij die deze wereld schiep, en zie, het was goed. Op uw goede aarde mogen wij leven, ons leven van alle dag. Op uw goede aarde mogen wij bidden, mogen wij danken. En we beginnen met de dank aan u voor deze dag, voor dit uur. Uw naam zij geprezen. Wij bidden u, als wij zoeken naar wat goed doet in het leven, wat de schepping bewaart, wat mensen verbindt. Geef ons de kracht te onderscheiden tussen goed en fout en dat grote grijze gebied daartussen, waarin we allemaal keuzes te maken hebben, waar we soms bang voor zijn. Voor het goede leven, daartoe hebt u ons geroepen. En we bidden u om dat te zien, om die weg te gaan. En we danken u voor alle mensen die ons voorgingen op die weg. Ons voorgeslacht en al die lofzangen en gebeden die hier in dit huis eeuwenlang doorgezegd zijn. Uw naam zij geprezen. U bidden we om kracht. En verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen, bidden we het gebed dat Jezus ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Uw wil geschieden op deze aarde. Uw goede aarde. Wij bidden u. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is de kracht en het koninkrijk tot in eeuwigheid. Amen. We gaan op weg als gezegende mensen, een nieuw jaar in, een nieuw seizoen in, gedragen door de zegen van de eeuwige. Gezegend is je weg, dag aan dag, stap voor stap. Gezegend is wat je lukt en wat je mislukt. Gezegend zijn de mensen die je gelukkig maken. Gezegend zijn de mensen die je stenen in de weg leggen. Gezegend is wat je bezighoudt en wat je rust geeft. Gezegend is je weg, dag aan dag, stap voor stap. Ga jouw weg in vrede. God gaat met jou. Amen.